Hallo allemaal, ik ben Mathis Noelmans, 22 jaar, ik kom uit Tongeren. Ik studeer sociaal werk en ik heb net mijn derde jaar stage gedaan bij Porn in Afrika in Plettenberg Bay. In de voormiddag werk ik in de lagere school van Kranshoek, de township waar ik mijn stage doe. Het is een school met ongeveer 600 leerlingen. Ik werk enkel met de kinderen van graad 1, 2 en 3. We helpen de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben met bepaalde vakken. Dit kan wiskunde, Engels of zelfs Afrikaans zijn. Ik voorzie ook werkblaadjes zodat ik ieder kind op zijn eigen niveau kan begeleiden. De school eindigt rond 2:30 in de namiddag. Daarna wandelen we samen met de kinderen van Bonn in Afrika naar het centrum. Daar aangekomen hebben ze even tijd om tot rust te komen of om zich uit te leven op onze sportvelden. Nadat alle kinderen zijn gearriveerd op het centrum, is het tijd om aan de verschillende activiteiten te beginnen. Als vrijwilliger of stagiair bij Bonn in Afrika kunnen we ons eigen project doen. Hierin krijgen we de vrijheid om iets te doen rond life skills of iets wat met onze richting te maken heeft. Als sociaal werker en opleiding heb ik gekozen om iets te doen rond omgaan met geld. Iets wat zeker belangrijk is voor de kinderen die opgroeien in een township. Ik leer de verschillende vormen van geld aan, maar ook hoe ze geld kunnen verdienen en de waarde van verschillende producten in de supermarkt. Om mijn project te eindigen heb ik samen met de kinderen een kookactiviteit gehouden. Hiervan hebben ze enorm genoten. Naast mijn project hou ik mij ook nog bezig met andere zaken, zoals het geven van computerklassen of het beheren van de bibliotheek. De kinderen kunnen hier iedere week een boekje uitlenen en ik kijk dan ook na of ze het gelezen hebben. Iedere week krijgen we ook eten van verschillende supermarkten in Plettenberg bij. Hiermee worden maaltijden gemaakt voor de kinderen op het centrum en op het einde van de week wordt het overgeeten meegegeven naar huis. Bonn in Afrika zal altijd een speciale plaats hebben in mijn hart, aangezien ik pedagoog ben geworden van Eugene, een van de nieuwe kindjes die opgenomen is in het programma. Ik kijk al uit om samen met Bonn in Afrika Eugene te zien opgroeien. Ik heb enorm hard genoten van mijn stage bij Bonn in Afrika. Het is een super leerrijke ervaring die ik iedereen zou aanraken. Ook al is het gewoon voor vrijwilligerswerk of ook voor een stage. Dus zeker komen.